Hallo allemaal, welkom bij Vlogmasdag nummer 7. Als je nieuw bent hier, mijn naam is Agnes en Vlogmas, dat zijn eigenlijk korte vlogjes in de maand december. Van 1 tot en met 24 december probeer ik iedere dag een kort vlogje op te nemen. Waarin ik je meeneem in de dingen die ik zo doe gedurende de dag. Vandaag ben ik eens in mijn oude vlogjes gedoken van vorig jaar. Ook om een beetje inspiratie op te doen. Want ja, het is nog niet makkelijk om 24 dagen te vullen tijdens Vlogmas. Vandaag wilde ik jullie eigenlijk laten zien hoe je kerstballen breidt. En dat bleek ik dus vorig jaar al gedaan te hebben. Dus ik ben eens even in mijn kerstspullen gaan neuzen. Want de boom die staat wel en er hangen ook lichtjes in, maar er zit nog verder helemaal niks in. Zo weinig tijd heb ik daar eigenlijk voor gehad. Dus de kerstspullen die zaten ook allemaal nog in een doos. En toen kwam ik dus al mijn knutsels van vorig jaar tegen, waaronder dus mijn gebreide kerstballen. En deze kerstballen heb ik dus vorig jaar gebreid. En ik heb daar ook een filmpje van gemaakt. Dat zal ik er zo toch nog weer eventjes tussen plakken. Want nu is het natuurlijk de tijd om kerstballen te breien. Het patroon hiervan, dat staat bij mij op de website. Het is een gratis patroon. En het enige wat je daarvoor hoeft te doen is dus in je winkelmandje gooien. En naar checkout gaan. En dan hoef je dus niks af te rekenen. En dan kun je dat patroon dus van mijn website downloaden. Deze kerstballen die ga ik straks in de boom hangen, zodat mijn boom ook weer een beetje gevuld is. Ik moet hem nog verder versieren, maar ja, ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Ik zal nu het filmpje van het kerstballenbrei wat ik vorig jaar gemaakt heb er weer even tussen plakken. Om de kerstballen te breien heb je een breinaald nodig, een rond breinaald nodig. En wol natuurlijk. En ik maak gebruik van dit glitterbolletje. Wat ik nog heb liggen, dat is een mini strengetje. En de naalden die ik gebruik, dat zijn Haya Haya Sharps in de maat 2,25 mm. Voor het opzetten van de kerstbal maken we gebruik van Judy's Magic Cast On. Een uitgebreid filmpje daarvan zal ik hieronder in de beschrijving ook even linken. Maar ik laat hem je nu gewoon even zien zoals ik hem doe. Je hebt aan de achterkant heb je de draadeinden zitten en aan de voorkant de werkdraad. Ik hou de naalden naast elkaar en dan doe ik de draad om de achterste naald. Ik zal het nog een keer laten zien om de achterste naald. En met je wijsvinger hou je even die draad vast. Dan ga je met je wijsvinger ga je om de onderste naald heen. Dus je pakt met de draad ga je om de onderste naald tussen de twee naalden door. En dan met je duimnaald ga je tussen de twee naalden door naar boven toe. En dan zet je dus aan beide kanten 3 steken op. Dan draai ik de naalden een kwart slag, dus dat de punten naar rechts wijzen. En dan trek ik de onderste naald trek ik, uit de steken, zodat de steken op de kabel komen te staan. En dan kan ik met de rechternaald kan ik de bovenste 3 steken kan ik gaan breien. Dan draai ik het werk weer om, zodat de punt weer naar rechts wijst. En de onderste naald, die trek ik er nou uit, zodat die steken op de kabel komen te staan. En de bovenste steken, die schuif ik terug op de naald. En dan ben ik klaar om de volgende 3 steken te breien. Het werk wordt weer omgedraaid, zodat de naaldpunten naar rechts wijzen. De bovenste draad die trek ik naar achteren, zodat die steken weer op de naald komen. En de onderste naald trek ik eruit, zodat de steken op de kabel komen.
De volgende stap is het meerderen van 3 steken. En dat doe je door 1 steek te breien. En dan tussen de 2 steken een draad op te nemen en die achterwaarts in te breien. Dus je breidt een steek, je pakt het draadje tussen 2 steken op. Zet dat op de linkernaald en dan brei je dat door de achterste lus heen. En soms is dat een beetje friemelig zoals je ziet. Lukt niet altijd. En dan de laatste steek. En dan pak je tussen de 2 naalden ook weer een draadje op. Want de volgende steek zit natuurlijk op de volgende naald. Ook dat is niet altijd even makkelijk om op te nemen. Maar goed, we doen ons best. Je hebt nu dus 6 steken op de bovenste naald staan. Datzelfde doe je natuurlijk ook aan de andere kant weer. Op welke plek je moet meerderen en hoeveel meerderingen je moet maken en hoeveel minderingen je moet maken, dat vind je natuurlijk allemaal terug in het patroon. Dus dat ga ik hier niet allemaal laten zien. Voor de vulling van de kerstbal gebruik ik poppenvulling, wat ik nog had liggen. Maar je zou bijvoorbeeld ook lontwol kunnen gebruiken of garen resten of zelfs katoenbolletjes. Ja, als het maar zacht is en waar je maar een beetje vorm in kunt brengen. Dat kun je gebruiken om de kerstballen te vullen. En als de kerstbal opgevuld is, dan maak je de laatste minderingen, zodat je hem als het ware dichtbreidt. Als ik nog een paar steken op de naald heb staan, dan haal ik de draad door die laatste paar steken. En dan haak ik met een haaknaald een lusje aan de kerstbal. Het was een korte tutorial. In het patroon staat natuurlijk precies beschreven hoe je de kerstballen moet breien. En de link naar Judy's Magic Kerstone, die zal ik ook weer eventjes onder in de beschrijving zetten. Die gebruik je om de kerstballen mee op te zetten. Voor de rest heb ik vandaag gekeken naar hoeveel materiaal ik nog had voor eventueel yarnboxen en spinboxen. En wat ik inderdaad gisteren al dacht, ik heb nog genoeg materiaal voor 2 spinboxen en 4 yarnboxen. Die gaan rond de tijd dat deze vlogmus online komt, komen die op de website te staan. Hou ook mijn Instagram in de gaten, want daar maak ik er ook melding van. Dus hou het een beetje in de gaten als je inderdaad nog een spinbox of een yarnbox wil hebben. Er zijn er dus niet zoveel meer. De spinbox heb ik er zelfs nog minder dan van de yarnboxen. Maar ja goed, dat was alles wat ik nog had. Ik probeer die dan nog deze week de deur uit te krijgen. En anders wordt het begin volgende week. Zodat die in ieder geval voor kerst nog op tijd binnen zijn. Gisteren had ik jullie verteld over een aantal nieuwe vlogmussen die ik aan het kijken ben de afgelopen dagen. En ik had het ook over de vlogmus van Luna Ster Knits. En ik noemde haar Yvonne. Yvonne heet helemaal geen Yvonne. Yvonne heet Ineke. En ik weet ook niet hoe ik daar zo bij kwam. Sorry Ineke dat ik je een hele verkeerde naam gaf. Luna Ster Knits is dus een kanaal van Ineke.
En niet Yvonne. Dus ja, bij deze even een rectificatie. Ik had me compleet vergist. Ik weet ook niet waarom ik ineens op Yvonne kwam. Ik ga de vlog nu afsluiten. Ik ga eens kijken wat ik de komende tijd nog meer voor jullie kan opnemen. En ook eens kijken wat ik vorig jaar allemaal al heb gedaan. Want om nou twee keer achter elkaar hetzelfde te doen, dat is ook weer zo wat. Vandaag dus wel helaas een herhaling met mijn kerstballen. Maar goed, dan heb je in ieder geval even het patroontje weer onder de aandacht. Ik hoop in ieder geval dat je het weer leuk vond om te kijken. Geef even een duimpje omhoog als dat zo is. En dan wens ik je nog een hele fijne avond. En tot morgen maar weer. Doei!